Waarom worden we steeds ouder? Dit is de Universiteit van Nederland. Fijn dat u er allemaal bent. En dat meen ik echt oprecht, omdat ik vanavond heel graag het feest van het ouder worden wil vieren. Waarschijnlijk heeft u het gemerkt in de pers, 2013, grote koppen. En daar stond op, de helft van de meisjes die nu geboren worden, wordt 100. En als u nu een jongen zou krijgen, 1/3 daarvan wordt ook 100. Fantastisch. De helft van de meisjes wordt 100. En als ik in mijn spreekkamer ben, ik ben internist ouderengeneeskunde, dus mijn dagelijks werk is met een witte jas aan. Komen patiënten met allerlei klachten naar me toe. De meeste zijn 80 plus. Als een 80 plusser naar me toe komt, mannen en vrouwen, dan hebben die nog een levensverwachting van rond 8, 9, dan wel 10 jaar. Dus de kans dat mijn patiënt 80, 90 wordt, is heel erg groot. Maar als een 65-jarige naar me toe komt, dan is de levensverwachting van een 65-jarige nog maar 20 jaar. Betekent dat die 85 wordt. Dat is raar, toch? Die 80-jarige wordt 90 en die 65-jarige die wordt 85. Hoe komt dat? Enig idee? Heel makkelijk. Die 65-jarige die moet natuurlijk nog 80 worden. Die wordt blootgesteld aan allerlei artsen die dan iets niet goed doen. Nee, dat is natuurlijk onzin. Kans om een ongeluk te hebben, et cetera. Dus dat is een selectie. Dus ik zie een selectie van de mensen die 80 zijn. En als je dat al bent, dan heb je grote kans op 90 te worden. Selectie van mensen en vervolgens een heel hoge levensduur. Goed, dus denk dan maar die meisjes die nu geboren worden, dan 80 zijn. Nou, die worden 160, 170, who knows. Goed. Maar je moet je natuurlijk afvragen, hoe komt dat dat wij nu het gewoon vinden om het erover te hebben dat mensen gewoon 100 plus worden. Dat is omdat wij ontzettend knap waren de afgelopen 150 jaar. Denkt u bijvoorbeeld eraan dat u vanochtend waarschijnlijk onder de douche stond. Dat vond u heel normaal, hè? Kraan openzetten en dan water en dan ben je weer schoon. 150 jaar geleden was dat niet normaal. 1850, wat is daar gebeurd? Echt een landmark voor de Nederlandse historie. Er werd een riool aangelegd. Rotterdam, 1850, riool. Dat betekent op een gegeven moment water, et cetera, hygiëne. En op een gegeven moment, waarom hebben we hygiëne nodig? Geen infecties meer. Hygiëne is de preventie van infectieuze ziektes. En met de infectieuze ziektes geen doden meer. Hygiëne is niet alleen maar in 1880, 1890 belangrijk geweest. Maar nu ook in het ziekenhuis. Ik heb mijn witte jas meegenomen. Als ik nu in het ziekenhuis zou zijn, dan zou ik die gewoon aandoen. En het eerste wat opvalt, dat mijn mouwen gewoon veel te lang zijn. Omdat ik heb hier korte mouwen. Wat gebeurt er namelijk in het ziekenhuis? Er zijn heel veel bacteriën en die wil ik niet van één naar de andere patiënt gaan verspreiden. Dus ik doe de jas aan, natuurlijk dan zonder kobeer. En wat doe ik nog? Ik doe mijn trouwring af. Het doet heel veel pijn elke ochtend, maar goed, ik doe mijn trouwring af. Wat zit namelijk onder die trouwring? Er zitten heel veel bacteriën die andere mensen weer ziek maken. Wat moet u altijd aan uw arts vragen als die met een witte jas voor u zit? God, wanneer heeft u voor het laatst uw stropdas gewassen? U wilt namelijk niet weten wat daar allemaal in zit. En dan moet u een jonge dokter vragen. Goh, mevrouw, heeft u net uw telefoon gepakt? U wilt niet weten wat in dit telefoon voor bacteriën zit. Dat is onvergelijkbaar met een stropdas. Dus de kamer uit, dan weer schoonmaken. Maar stropdassen worden niet zo vaak gewassen. Maar goed. Hygiënemaakregelen in het ziekenhuis. Het tweede, en dat is echt een revolutie, en dat is te verdanken door ontzettend knappe dokters. Die ontzettend slim waren. En ontzettend veel onderzoekers. Dat is namelijk de medische revoluties, noem ik het altijd. Medische revoluties om gewoon maar niet meer te overlijden.
In de afgelopen 50 jaar wilt u niet weten wat er allemaal gebeurd is. Het is bijna niet bij te houden als dokter. We hebben ineens bakken van medicijnen. We hebben ineens ontzettend veel interventies. Denkt u, 20 jaar geleden, een 50-jarige man krijgt pijn op de borst, gaat naar het ziekenhuis, wil geholpen worden. Wat gebeurt er? Niets. Wordt in het bed gelegd en dan hoop je dat het beter wordt. Nu, wat gebeurt er? Een 50-jarige spoedeisende hulp. Snel uitgekleed, lieskatheter daarin en het vat wordt weer opengespoten. We hebben interventies. En vervolgens ga je met 10 pillen naar huis. En dat is het succes van de geneeskunde. Daardoor is de sterfte omlaag gegaan. En degenen die nu een hartinfarct hebben, als ze geluk hebben natuurlijk, dan zijn zij volgende week weer gewoon aan het werk. Dus de hele geneeskunde is in de afgelopen 50 jaar ontzettend veranderd. Goed. Er is een kanttekening. Wij worden allemaal oud. Die cijfers heeft u net gehoord. Maar de leeftijd waarbij we de eerste ziekte krijgen, de eerste chronische ziekte, die daalt. In de jaren 80 was het normaal dat iemand de eerste chronische ziekte kreeg met 53. En nu is het gedaald, die leeftijd, naar 43. De eerste chronische ziekte in Nederland wordt vastgesteld als iemand 43 is. Hoe komt dat? Twee dingen. Eerste is, weer de dokters de schuld geven. En tweede, hebben we een eigen bijdrage. Eerst even het eerste punt, de dokters. Waarom hebben wij ineens niet in plaats van 53-jarige leeftijd met 43-jarige leeftijd in een chronische ziekte? Het is omdat wij het gewoon veel eerder vaststellen. Wij prikken gewoon regelmatig bloed. Wij gaan naar de huisarts en we gaan de bloeddruk laten meten. Wij gaan mogelijkwijs even naar de bodyscan. Dus wij stellen diagnose eerder. En wat in de afgelopen 20 jaar ook is gebeurd, is dat wij ineens diagnoses daarbij krijgen. Ineens gaan wij ziektes verzinnen. Ik ben daar zelf ook heel goed in. Maar denkt u maar aan de diagnose osteoporose. Dat zijn de zwakke botten. Ik ga even heel kort verhaal vertellen. In 1980, heel veel grijze mannen rond de tafel. En die moesten dan het besluit nemen wanneer iemand gewoon osteoporotisch was. De botten te zwak waren om het als diagnose te vormen dat het een ziekte is. Waarom moest het een ziekte zijn? Omdat de farmabedrijven, die hadden al medicijnen ontwikkeld. Ja, als je geen ziekte hebt, kun je geen medicijnen geven. Dus dat gaat niet. Dus daar moest een definitie komen. En na week 2, het was inmiddels 3 uur 's nachts, werd er gezegd, goh, wij komen er eigenlijk niet uit. Weet je wat we doen? Er stond gewoon één zo'n zware, grijze professor stond op. Ik heb het. Wij gaan een cut-off point bepalen. En de cut-off point is gewoon 2 keer lager dan de standaarddeviatie van een jonge, gezonde populatie. Dus je meet de botten bij jonger. Daar ga je 2 keer de standaarddeviatie van nemen, ongeveer 66%. En er blijft 1/3 over van de 60, 70, 80-jarige vrouwen die zich laten meten. En ineens waren die ziek. Die hadden namelijk osteoporose. Dus die kregen medicijnen. En die helpen wel. Dus dat is goed. Dus zo ontstaan er ziektes. Dat is het aandeel van de medische wereld. En het andere aandeel is van u. En van mij. Omdat wij ons eigen gedrag in de afgelopen 50 jaar ontzettend hebben veranderd. Namelijk het fysieke gedrag met name en het eetgedrag. Een voorbeeld, als ik boodschapper zou doen 100 jaren geleden, dan zou ik heel erg moeten vechten om mijn voedsel te vergaren. Dus survival of the fittest, en ik zou niet weten of ik het op dit moment zou moeten halen. Omdat, nou, 1, u ziet het niet, maar ik heb een bril op, dus ik zou de dinosaurus helemaal niet zien. En ik zou de tijger niet zien, dus waarschijnlijk zou ik niet de survival of the fittest zijn. 10 jaar geleden ging ik nog boodschappen doen, gewoon met mijn tas. En wat er nu ontstaan is, is dat ik een app heb en vervolgens vanuit mijn bureau mijn boodschappen bestel, dat die ook op zaterdagochtend, wanneer ik thuis ben, besteld worden.
Dus het hele gedrag van het zoeken naar voedsel is veranderd naar een elektronische manier om eten te kunnen koken. En dat betekent dat ik eigenlijk helemaal geen kilojoule meer verbrand, omdat ik niet meer hoef te bewegen. En daar hebben we een alternatief voor gevonden, en dat zijn fitnessscholen. Natuurlijk heel erg bizar. Dus ik ga niet meer rennen om mijn voedsel te vergaren, maar probeer dan toch mij te zetten om naar de sportschool te gaan. U merkt al enige twijfel in mijn uitingen, hoe vaak ik het doe. Maar goed, met z'n allen hebben wij een groot probleem. En het probleem wordt genoemd, of een uitdaging, even positief benoemd, het wordt obesitas genoemd. Goed te vertalen, obesitas is gewoon vetzucht. Enig idee hoeveel op aarde volwassenen een BMI, een body mass index, van 25 of hoger hebben? Dat 25 of hoger is matige vetzucht. Enig idee? 10%, 20, 30, 50, 60? Op hele aarde. Vrouwen liggen rond de 30% en mannen rond de 37%. Te dik. En kinderen? Westerse wereld, Europa, hier in Nederland. Hoeveel van de kinderen, 6 tot 10 jaar bijvoorbeeld, hoeveel zijn obese? 25%. 25% van de huidige kinderen zijn gewoon obese. U zou zeggen, nou, dat is nog niet zo erg, obesitas. Maar ja, met obesitas, zelfs bij kinderen, komt een matige tot hogere bloeddruk. Met de hoge bloeddruk komt de aderverkalking, et cetera, et cetera, et cetera. En wat ontstaat er dan? Dan ontstaan ziektes. Dus wij produceren op dit moment ziektes, daardoor dat onze leefstijl absoluut echt rampzalig slecht is. Wij dagen ons niet meer uit om te bewegen, om het juiste te eten, et cetera. We hebben het eigenlijk een beetje te gemakkelijk. Goed. Dus daar komt ook zometeen de oplossing. Het is heel makkelijk. U heeft het namelijk zelf in de hand. En ik denk dat u het morgen allemaal doet. Er zijn namelijk 4 heel belangrijke factoren die bijdragen om een lang leven te hebben. Hetgeen ook nog succesvol is. Succesvol oud worden, vitaal oud worden. Dat is niet roken. Dat doet u allemaal aan. Fruit en groente eten. Vanmiddag nog gedaan. Matig alcohol drinken. Nou komt zo meteen uit de vraag, hoeveel is matig? Dus het is ongeveer 1 tot 1,5 glazen voor de vrouwen per dag. En 1,5 tot 2,5 voor de mannen per dag. En als u dan nog denkt, nou, rode wijn is beter, omdat er allerlei stofjes in zijn, resveratrol, mag u die zeker drinken. En fysiek actief zijn. Nederlandse beweegnorm, 10.000 stappen per dag. Hebben we vandaag allemaal gedaan. Als u dat namelijk allemaal doet, en wij naar de overleving kijken, hier ziet u een slide waarbij er 60-jarigen zijn, 20.000, en die werden gewoon gevraagd, doet u dat allemaal? En degene die het allemaal deden, dus het gezonde, prachtige gedrag, die hadden een overleving in de komende 13 jaar van 97%. Maar 3% van die 60-jarigen ging overlijden. De rest was allemaal nog in leven. Dat is de rode lijn. De onderste lijn, de oranje lijn, dat zijn degenen die helemaal niets doen. Dus die roken, die eten geen fruit en groenten, die drinken of te veel alcohol of helemaal niet. En die zijn niet fysiek actief. En daar is ongeveer 23% na 13 jaar overleden. 23% versus 3%. Ik heb nog nooit een geneesmiddel gezien dat zo krachtig is. Onze leefstijl is krachtig, dus we hebben het zelf in de hand. Dat is alleen maar een advies. Dus, mijn eerste conclusie. Wij worden oud. En dan moeten we echt vieren, maar we worden echt met ziekte oud. En daar kunnen wij zelf iets aan doen. En morgen kunnen we ons eigen gedrag gewoon, voor niks, kunnen wij het gewoon veranderen. Maar wees trots. Trots op de pillen en die polyfarmacie en al die ziektes. Dat is echt het succes van de afgelopen 50 jaar. Echter komt het wel met dilemma's.
Denkt u bijvoorbeeld aan de 80-jarige met 3 ziektes? Wat moet ik doen? Moet ik daar nu een nieuwe heup in zetten of een nieuw hart of een nieuw medicijn? En als je dat wilt weten, dan luistert u naar het volgende college.